Dus die harde knal was niet van jou? Nee. Nee, joh. Nee. Weet je zeker? Kijk. Nu zou ik wel eens willen weten wie van jullie dit af heeft gestoken. Ik niet. Hallo. En leuk dat jij kijkt naar een nieuwe podcast. Nee. Het is... Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Nee, het is hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Mijn naam is... Nou, ga je door. Succes. Oké. Okay. Hallo. Leuk dat jij kijkt naar een nieuwe... Je kijkt naar een nieuwe podcast. Meer niet. Hallo. Jij kijkt naar een nieuwe podcast. En ik ben Derek. Nou, het is herfst in Katwijk. Zoals je hoort. En dat komt door de hangjongeren die schade aanrichten en vuurwerk afsteken. Maar de burgemeester heeft al een brief gestuurd naar alle ouders. Maar heeft dit gewerkt? Dat gaan we nu checken. Zo te zien heeft het gewerkt, maar ik zie daar wat leuke mensen staan. We gaan voor goud. Wat vind jij nou van al die kutjongeren? Hou je bek, man. We gaan ze even goed presenteren. Ja. Dan lopen ze even 1,5 meter van me vandaan, joh. Sorry. Boomer. Jeffrey Schreuder is officieel een boomer. Ha, Derek is een boomer. Dan loop je zo die kant op. Ja. Jeffrey, er valt op jongens. Ik dacht dat dit makkelijker was. Wat vindt u nou van alle jongeren die hier staan te hangen? Ik denk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten pakken. En we moeten gewoon normaal blijven doen. En als we dat met z'n allen doen, gaat dat helemaal goed komen. Maar heeft u het ook gezien dat ze hier allemaal staan te hangen? Dat heb ik van de week echt gezien. En de manier waarop ze stonden te hangen, dat vond ik heel onbeschoft. Maar wat deden ze zo allemaal dan? Nou, ik heb zelf gezien dat er een politieagent, bij wijze van spreken, die was normaal met ze in gesprek. Nou, als ik dan zie hoe respectloos of er met zo'n iemand omgegaan wordt, heb ik daar moeite mee. Ja. Want dan denk ik van jongens, wees correct. Blijf correct, blijf je eigen netjes gedragen. Daar komen we allemaal een vers mee. Maar ga het niet lopen rellen, ga het niet lopen dollen bij de mensen. Moet je niet doen. Nou, dat vind ik een heel goed antwoord. Oh. We gaan even naar de volgende hoor. Wij wonen aan de haven en zondagmiddag is er een brug opgeblazen. Een hele brug? Ja. Een hele spijl is eruit. Dat was pas helemaal nieuw geschilderd en zo. En ze hebben er vuurwerk onder geplaatst. Ja? En weggerend. En was op de kant een gigantische ontploffing. Daarna is de politie erbij gekomen met de gemeente. Die hebben het gerepareerd op zondag. Dus er zijn mensen in de weer voor hun om het te maken. Anders zouden er ongelukken gebeuren. Er was een hele plank uitgeslagen en nog een stuk aan de zijkant. Maar als er dan mensen overheen lopen, s'avonds in donker, dan breken ze de benen. Dus iedereen moest gelijk op de proppen komen om het even te maken. Dus ja, het is gewoon stijloos. Ze luisteren gewoon niet, steken van alles af. Zelfs als 2:15 waren ze bezig met vuurwerk. En daar wordt u wakker van? Ja, daar word je wakker van. Maar hoe hard zijn de knallen ongeveer? Nou, heel hard. Het is hoe hard? Als er een brug opgeblazen wordt, lijkt net of er een bom ontploft. Dus echt een bom? Keihard, ja. En hoe oud denk je dat deze jongeren zijn? 16, 17 jaar. 16, 17 jaar, niet jonger? Nou, 15. Die leeftijd ongeveer, 15, 16, 17. En de jongeren, ja, die huppelen er ook omheen van de jaren 13, 14. Denk ik, oh, dat is interessant, die gaan er ook mee. Want dan trekken ze natuurlijk andere jeugd met mee. Dus die vinden het heel geweldig. En als de politie komt, dan rennen ze allemaal weg. Dat vindt u hartstikke laf? Ja, heel erg laf. Wel herrie maken, overlasten zorgen. En dan als er de politie komt of van de handhaving, dan zijn ze niet meer thuis, dan zijn ze weg. En de mensen zitten gewoon met brokken. Ja. Dus ja, dat is niet netjes. Ik zou er niet met rekening wat dat betreft. Dus zouden we niemand rekening. Dus ja, het is niet echt leuk hoe het allemaal gaat. Je moet gewoon rekening mee houden dat gewoon alles, dat het een heel ander jaar is als normaal. En als we allemaal een beetje meehelpen na te denken wat gewoon het beste is voor iedereen, dan zou het allemaal wel goed komen. Maar ze willen toch knallen en onrust zaaien. En dat kan gewoon niet. En wat denkt u dat de oplossing is? De oplossing is gewoon strenger optreden. Dat doen ze ook vanaf de handhaving. Ik zie ze constant over de Prins Hendrikade rijden. Nu politie, handhavers, de hele dag door. Ze komen nu veel meer. En sinds ze dat doen, zien we de jongeren ook niet meer. Oké, mooi. Nou, we gaan weer verder, want ik krijg een lamme arm. Okay. Ben jij, zoals de politie zegt, een hangjongere? Nee, hoezo? Hij is de grootste. Hou je bek. We zijn even een filmpje aan het maken. Kom je ook even op het interview? Nee, heel dankjewel. Nee? Daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Hoezo niet dan? Ja. Is toch gezellig? Ja, dat wel, maar... Ja, weet niet. Maar heb er gewoon echt geen zin in. Maar, steek jij ook vuurwerk af? Dat is nu de vraag. Nee. Vernieuw jij dingen?
Vernieuw of verniel? Vernielen, van kapot maken. Nee. Ja, maar van zijn hoofd, dat is, ja, maar ja. Ja, dat is wat te zien. Maar wat doen jullie hier eigenlijk? Nou, ja, weet niet. Gewoon een beetje... Nee, ja. Ik zie dat jouw zak wel vol zit. Maar wat zit er allemaal in? Er zit helemaal niks in. Helemaal niet. Zit daar vuurwerk in? Mag ik even kijken? Nou ja, er zit alleen een aansteker in. En wat gebeurt met die aansteker? Vuurwerk. Je moet er kijken, hè? Je moet er kijken. Nee, vuurwerk. Maar dat steek je toch af, net zo even niet. Categorie 1, mag. Laat zien dan. Ja, het is op. Ja, dag. Dus die harde knal was dan niet van jou? Nee. Nee, joh. Nee. Weet je zeker? Kijk. Nu zou ik wel eens willen weten wie van jullie dit af heeft gestoken. Ik staat achter. Wie was dat? Was jij het? Ja, natuurlijk. Nee, en wat voor categorie was dat? Dat is categorie 1, maar ik heb niet afgestoken. Waarom hangen jullie hier eigenlijk? Nou, ja, omdat het gewoon leuk is. Maar horen jullie bij die hele groep daar? Nee, wij niet. Maar houden jullie wel aan de maatregelen? Ja. En hoe streng doe jij dat? Ja, valt wel mee. Ja, even duidelijk. Jezus! Wie was dat? Kijk, dit vind ik nou echt een typisch voorbeeld van kutjeugd. Poepoe, dat werd druk. Nou, wij zijn gelukkig weggegaan omdat wij ons wel braaf aan de maatregelen houden. Voor alle jongeren, ga lekker met je team op team zitten. Ga lekker met z'n tweeën thuis zitten. Pak een lekker fristetje, lekker chocomelletje. Lekker zeg. En voor alle ouders, zorg dat je kind een plek heeft om te zitten, zodat ze niet op straat hoeven te zwerven en er geen avondklok komt. Nou, amen.